Goedemorgen allemaal, ik ben Sven Wegwerts en we zijn weer lekker onderweg. We zijn weer aan het rijden naar het werk toe, richting Utrecht. Het is weer natuurlijk slecht weer. Alweer regen. Nou, als ik dat vandaag zo zie, blijft het de hele dag regenen. Dus wordt weer een natte pakken dag voor mij, want we moeten ook weer buiten aan het werk. We gaan eens even kijken wat de rest van de dag brengt, want ik heb nog geen idee wat ik vandaag allemaal ga doen. Eventjes werken en daarna zien we het wel eventjes. Dus we gaan het zien en ik neem jullie mee. We zijn klaar met werk, maar dit zag er wel heel verleidelijk uit. Hoe heet dat ook alweer? De McDonald's. Het is en blijft altijd lekker. Dus we gaan eens even een lekker hapje eten. Wel raar dat ik altijd honger heb trouwens. Maar ik heb altijd van mijn vader geleerd. Je moet goed zorgen voor jezelf. Daar ben ik goed mee bezig, dacht ik zo. Oké, het is geworden een chili chicken. Die is echt lekker. Kippentenders. Die is er nog niet zo heel lang. Maar dat ziet er toch gewoon goed uit. En de cola. Ik had niet heel veel honger. Maar puur een beetje lekker voor de smaak. En een beetje een bolletje in de maag. Want ik ontbijt nooit. Moet ik wel gaan doen. Maar ik ben altijd te laat wakker. Om er even te ontbijten. Anders ben ik heel laat bij een klant. En ik ben 's ochtends nog niet zo vrolijk. Ochtendhumeurtje eerste klas. Heeft mijn dochter niet van de vreemde. Zoals jullie net hebben gezien, heb ik al een beetje gegeten. Maar ik kreeg nog een klein hongertje. We gaan even een broodje à la Stef maken. De meeste die dat altijd zien, die zeggen dat kan niet lekker zijn. Er lacht er daar al eentje. Maar het is wel lekker hoor. Zelfs mijn dochter vindt het lekker. We beginnen met boter. Op de onderkant van een wit bolletje. Ik maak er twee hoor, dus ik moet het even dubbel doen. Dan krijgen we pindakaas. Niet te zuinig. Dan is de pindakaas klaar. Dan krijgen we haverslag. Ook niet te zuinig. Proef je er niks van? Tot nu toe ziet het er zo uit. Ja! En dan krijg je plakjes kaas op. Best lekkere combi. Gaan jullie dat ook even proberen? Dan ga ik het even lekker opeten. Ik was net brood aan het smeren. Zie ik in de koelkast. Mijn favoriet. Hopjes sla. Die ga ik later even laten zien aan jullie. Wat ik daarmee doe. Ook heel lekker. Mika die was laatst met de fotoshoot van de auto. Was hij zijn lens vergeten. Ja, lens. Ik weet denken hoe je het vergeten. Is maar een klein glaasje. Dus je gaat maar eventjes netjes terugbrengen. Ik ben blij dat hij in de buurt woont. Ik heb even een bubbeltjes en envelop gepakt, dus kan ik hem ook door de bus gooien. Want ik weet niet of hij thuis is. Ik weet niet wat ik heb vandaag, maar ik ben niet vooruit te branden. Ik ligt de hele tijd al een beetje op de bank voor me uit te kijken. Dus ik denk dat ik straks misschien nog even een stukje de film weer verder ga kijken. Maar ik had echt
zwaar in de kop om de bus op te ruimen. Ik kan het jullie lab laten zien. Dat is echt hoog nodig namelijk. Maar ik heb er nog niet echt over zin in. Zou dat nodig zijn? Oh my god. Kut leven. Tijd dat het zonnetje weer komt, dan kan ik rustig weer lekker buiten bezig. Want het is hier ook één bende. Ik moet hier in het hoekje nog even opruimen. Ook troep. Doe je niks aan. Wat heb je nog aan? Pyjama. Wat ben je aan het doen dan? Kleien. Je bent lekker aan het kleien, hè? Samen met? Mama. Ja. Wat is dat? Oeh, dat is een lange. Wat is dat? Oh, wat doe jij nou? Dus ze bij elkaar doen. Krijg je graag kleurtjes van, hè? Oh, wow. Oh. Die is bij op school vervangen. Ja. Wat ga je nu maken dan? Ga je pannenkoek ervan maken? Nee. Oh. Een kleurenpannenkoek. En ondertussen een eindje kijken natuurlijk. Als je zegt tegen je kind dat ze naar binnen moet komen en niet naar binnen wil, dan blijft ze gewoon lekker buiten staan. Waarom luisteren kinderen nooit? Even terugkijken wat we gisteren hebben gedaan. Vind je het leuk? Hé? Hey? Vind je het leuk om jezelf terug te zien? Ja. Ja, hè? Ik heb hem nog nooit zo netjes voor het beeldscherm zien staan. Kijken, zo lang vooral. Zoals jullie mij inmiddels wel kennen, eet ik vaak buiten de deur. Omdat ik dat echt lekker vind. Maar hier wordt zo nu en dan ook nog wel eens gekookt. Nou, zeg. En dan is de vraag, wat is het in godsnaam? Nou, kan ik je zien. Nog nooit van gehoord. Burgersalade met kipgyros en avocado dip. Beetje gezond, niet? Pas lekker en dan nog weer naar de Mac. Dan vind ik het sowieso niet lekker. Oh. Nou, dit is het eten geworden. Wat was het? Heb ik net gezegd. Bulgur met kipgyros. Nou, ziet er toch top uit. En gele biet. Ik heb nog nooit. Wat is gele biet? Is dat dit de aardappel wat erop lijkt? Ja. Dit is gele biet. Oh, dat is lekker. Zoet. Zoete rommel. Nou, oké, het is best lekker. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Oké, ik had jullie nog wat beloofd. Hopjes sla. Wat ging ik daarmee doen? Dat ga ik jullie nu laten zien. Dopje even open. Lekker in de bakkie. Niet te zuinig. En dan hagelslag. Ook niet te zuinig. En nu krijg je te veel. Ik zeg koffertjes even. Kijk, want dat doen we ook bij mijn dochter. Maar die heeft andere vlaaien, Kiki. Lekker, hè? Vind je het lekker? Die vlaafflip. Wat wil je nog een keer? Moet ze nog een keer zien? Daar. Daar. Kleurtje
Kleurtjesvla. Kleurtjesvla. Eet smakelijk. Ik zeg, probeer het en proef het. Echt lekker. Nee, avondeten was niet lekker. Dus hier komt een goedmakertje. Niet lekker, het was wel te eten. Nou, nee. Oh, het was gewoon niet lekker. Moet je bij de hele fresh hebben. Kijk, dat past me beter. Oeh, wacht even, er komt nog wat bij. Chippies. En even wat lekker drinken erbij. Is mijn avond weer goed? Bijna. Proost, mensen. Proost. Renske komt er net achter dat we een mug hebben. Renske in actie. Oeh. Oh, kijk nou hoeveel. Nu moeten we gewoon schilderen. Ja, nog één dood, nog één dood. Daar op plafond nog twee. Ja. Goed zo, op plafond. Ja, nu hier nog eentje. In het hoekje ergens. Ik zag hem vliegen. Ja, even. Onder de lamp, daar, twee stuks. Makkelijke aanwijzingen geven. Beste stuur is daar allemaal. En ik ben de beste. Heb je alles? Weet je het zeker? Hoe komen die dingen hier? Ik denk dat ze alles heeft. Zullen we nog een grapje maken? Daar nog, ja. In de hoek. Zie je hem niet? Dan is hij hem gevlogen. Donker. Mensen, ik lig nog steeds op de bank weg te rotten. Ik ga naar bed toe. Anders blijf ik hier de hele nacht liggen. Ik denk niet dat vrouwliefde heel blij mee is. Of liever wel. Staat warm op? Niet? Ik moet naar bed. Mensen, kom hem aan. Leuk dat jullie gekeken hebben. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Like en abonneer. Tot de volgende keer. Later.